Hij is de beste zwemmer van Nederland op de discipline vlinderslag. Hij behoorde zelfs jaren tot de wereldtop wat dat betreft. Op de Spelen van Londen werd hij nog zesde. Maar na blessures en andere ongemakken is hij een stuk teruggeworpen. Ja, en toen werd dus zijn beurs afgenomen. De vraag is dan, hoe kun je als topzwemmer zonder een beurs van het NOC-NSF nog die droom najagen? En dat is toch volgend jaar schitteren op de Spelen van Rio. We vragen het aan zwemmer Joeri Verlinde. Joeri, welkom. Ja. De schouderpartij is niet dunner geworden, met andere woorden, jij bent druk in training zelfs. Ik ben nog steeds druk in training, ja. En het gaat goed met je? Ja, tegenwoordig wel iets dichter bij huis, in ieder geval waar ik vandaan kom. Tot vorig jaar zat ik nog in Amsterdam en tegenwoordig trek ik mijn baantjes weer in Eindhoven. En dat voelt als thuiskomen? Ja, nieuwe ploeg, nieuwe coach, maar wel een vertrouwde plek inderdaad. Ja. Van 2005 tot 2010 heb ik al gezwommen. En dat voelt heel goed, ja. Jij bent formeel een topsporter zonder A-status. Dat klinkt heel eng. Even voor de leek, wat betekent dat dan eigenlijk? Nou, A-status is een status die je toegekend krijgt door NOC-NSF. Vijfde van Europa, achtste van de wereld. Dat is in feite de toekenning voor A-status. Daarmee krijg je een vast inkomen. Je moet wel elk jaar moet je je status verdedigen. Dus je moet wel weer voldoen aan die eisen. Daarbij krijg je dan nog een auto. Zo zijn er nog een paar handige dingetjes die daarbij komen kijken. En je kunt dus eigenlijk zonder grote zorgen topsportcarrière bedrijven. Ja, dat is in ieder geval de drijfveer, zeker bij mij. Zorgeloos sporten, ja. En dat geld is van jou nu niet meer. Jij moet je eigen broek ophouden. Ja, ja. Zwembroek, leuk, grapje. Ja. Nee, maar dat moet jij doen. Ja, nee, absoluut. En hoe doe je dat dan? Ja, dan moet je nieuwe manieren bedenken. Alternatieve manieren. En, ik wist dat ik na de EK vorig jaar, ik werd daar zevende, nou, dan had ik dus vijfde moeten worden. Overigens, ik kwam met tiende tekort. Nou ja, een tiende is gewoon heel weinig. En een tiende betekent dat feitelijk duizenden euro's, trainingsschema's, trainingskampen in Thailand, dat moet je allemaal mislopen. Ja. En dan zit jij in Eindhoven te badderen. En dan voel ik gewoon in Eindhoven, ja. 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 Het belangrijkste daarin is wel, kijk, financiële ondersteuning is in dat geval handig, maar zwemmen pak je mij niet af. Laat ik dat voorop stellen. Maar de schoorsteen moet ook roken. Absoluut. En, maar hoe doe je dat nu dan? Dus eind vorig jaar ben ik in eerste instantie met... Ja, dus gaan nadenken van... Wat kost het mij eigenlijk per jaar om te kunnen sporten? Breng dat eens in kaart. Waar gaat dat allemaal naartoe? En ja, ik kwam tot een behoorlijk bedrag. Welke? En dat is iets wat ik graag met andere mensen deel. En hier zeker niet. Ja, de potentiële sponsors, Joeri. Ja, die zitten nu voor de buis. Ik moet die Verlinde helpen. Ja. Zeg, Tess is binnen. En... ik ben gaan nadenken, wat heb ik inderdaad ongeveer nodig? En toen ben ik gaan nadenken, wat past er bij mij? Wat is mijn droom, wat is mijn ambitie? En, ik was zesde in Londen en daar was ik semi-tevreden over. Want ik ging daar niet naartoe mee te doen. En ik wil graag meer en dat wil ik graag laten zien in Rio. Op de 100 meter vlinderslag. En nou, ik zat zo te denken, ik denk, nou, 100 meter vlinderslag. Laat ik eens meters gaan verkopen. Dus mijn 100 meter heb ik gewoon opgedeeld in 100 meters. Mm-hmm. En of het nou een persoon gaat zijn of een bedrijf. Iedereen kan in feite een aandeel in mijn race gaan kopen. En op die manier kan ik ook gaan delen in mijn succes. Dus mijn succes ga ik delen met de mensen die ook daadwerkelijk een aandeel hebben in mijn 100 meter. Maar help me even, dit is een soort van vorm van crowdfunding. Ik investeer in een meter van jou. Ja. Wat krijg ik terug trouwens? In eerste instantie de associatie met mij. Oké. Ik denk wel dat ik voor een aantal hele mooie dingen sta. Wat ik hier net nog over goede doelen. Ik ben ook nog ambassadeur van de Nierstichting. Moet niet denken dat mocht je in mij investeren, dat daarvan een deel naar de Nierstichting gaat. Daar heb ik een hele andere regeling in. Ja. Het vervelende is wel, vanuit de KNZB zijn wij heel erg beperkt in sponsoruitingen. Padmutsen, zwembroeken, die zijn eigenlijk al vergeven aan hoofdsponsoren. Dus daar valt weinig in te doen. Maar ook daarin heb ik mijn manieren bedacht om dat toch een beetje zichtbaarheid te geven. Maar mensen moeten ook misschien zeggen, ik vind het gewoon een toffe gast. Die gaat die heeft een droom, die heeft geen geld meer en die ga ik helpen. Het gaat vooral om de goodwill die mensen voor mij voelen. En als ik zie hoe succesvol goede doelen kunnen zijn, of er nou iets is voor Stichting ALS, of dat dat de Europa Run is, of de Alpe d'Huez. Overigens wel wat negatieve nieuws geweest. Mm-hmm.
daar komen echt immense bedragen binnen. En ja. Ik geloof ook wel dat er gewoon geld in de wereld is. Je moet alleen zorgen dat jouw kant op komt. Maar dat geld kwam eerst vanzelf naar jou toe. Althans, omdat je hoger in de top stond, hè, ja, wereldwijd. Die A-status had. Ja, heb je nooit gedacht toen je hem kwijtraakte van... ik kap ermee met een flauwekul. Ik blijf zwemmen als hobby en ik zoek een andere baan. Dat had gekund, maar dan had ik net zo goed... vorig jaar toen ik te horen kreeg... Juri, je hebt hartritmestoornissen. Toen had ik ook mijn zwembroek in de ring kunnen gooien. Of in 2013 toen ze zeiden... Juri, je hebt een schouderblessure... Weet je, Juri, je hebt al meerdere tegenslagen. Juri, je bent niet heel groot. Ja. Toen ik 10 was, zat ik bij de KNO-arts. Die zei, ja, misschien moet je stoppen met zwemmen, want je oren of je trommelvlies is eigenlijk beschadigd. Ja, dat maar zo zie werkt je het bij mij niet. Het kwijtraken van die A-status als een van de tegenslagen die je inderdaad in je carrière al hebt gehad? Die andere heb je allemaal overwonnen. Ik heb best wel dingen inderdaad tegen mezelf gehad, ja. En die heb ik op dit moment allemaal nog weten te overwinnen. En... ja, waarom deze niet? Dus die A-status, die komt er wel weer? Ja, maar laat dat vooral niet mijn drijfveer zijn. Nee. Ik heb een passie en dat is dagelijks in het water liggen. En wat ik vooral wil, en daarom heb ik die soort crowdfunding, dat idee heb ik bedacht. Omdat ik niet achter de startblok wil staan met de gedachte, nou, als ik nu geen vijfde word op de EK, of ik moet nu een finale al op de WK, dan heb ik geen inkomen meer. Weet je, dat is echt money-driven bezig zijn. Dat denk je niet aan. Daar wil ik niet aan denken. Ja. En er zijn genoeg sporters die op die manier hun sport beleven. En dat doet mij best wel pijn. In Londen waren er slechts 5 mensen sneller dan jij. Je bent gewoon de 6e wereldwijd op de Olympische Spelen. Ja. Volgend jaar, over 15 maanden, is weer een nieuwe ronde. Ja. Ga je daar naartoe? Ga je het halen? Ik heb er heel veel vertrouwen in, ja. Ja. En waar ga je dan eindigen? Ja, dat zie ik dan wel. En is dan een lange neus naar NOC, NSF, jongens? Nee, laat ik vooropstellen dat dat ook helemaal niet mijn insteek is. Het plan, dat, zoals ik dat zelf bedacht heb, is zelfs zo in overleg met Topsoort Limburg geweest. Die mij overigens al echt wel goed ondersteunen hierin. Ja. Dat ik ook een soort blauwdruk wil creëren voor andere talenten in Limburg. Ik wil ook kunnen laten zien, het kan op een andere manier. Je zal er tijd en energie in moeten stoppen. En dat vind ik wel heel belangrijk, dat... dat vooral niet de boodschap gaat zijn van... ik zal eens laten zien dat ik het op mijn eigen manier doe. Helemaal niet. Ik denk alleen dat het gewoon wel kan. Eigenlijk is je leven misschien nog rijker geworden zelfs... omdat het nog completer is. Nou, het belicht nu een ander deel van mijn leven. Het is iets waar ik over na moest gaan denken... waar ik de afgelopen 7 jaar, vanaf 2008... heb ik hier niet meer over na hoeven denken. Ja. En dan moet je creatieve manieren gaan bedenken. En wie weet dat dat mij ook wel gaat helpen in de zwemsport. Dankjewel, succes. Dankjewel.